Goedemiddag, welkom bij weer een nieuwe Simon Says. Dit is de tweede van 2015. In de eerste vlog werd iedereen boos omdat ik zei dat Batman een soort van niet een leuke superheld was en dat ik die games geen hol aan vond. En nu hebben jullie me overtuigd in de comments met z'n allen dat Batman dat ik het nog steeds geen hol aan vond. Maar jullie hebben me wel overtuigd dat jullie het leuk vinden, dus dat is cool. En ik dacht van, weet je wat, dat hebben heel veel van jullie misschien ervaren als een soort negatieve vlog. Dus ik dacht, ik ga iets positiefs doen deze keer. En ik ga het over leuke dingen hebben en over toffe games waar ik echt naar uitkijk. Zoals bijvoorbeeld The Order 1866. En die heb ik dus vanochtend aangeslingerd. Ik heb hem al een tijdje op mijn PlayStation 4 geïnstalleerd staan. Die van een soort van vroege preview versie. En daarom ging ik die spelen vanochtend. En ik keek er echt naar uit, weet je. Die hele Victoriaanse setting vind ik ontzettend tof. Ik heb ook afgelopen jaar de Netflix-serie Penny Dreadful zitten kijken met Timothy Dalton. En het was ook een beetje dat Victoriaanse meets, toch van een soort van, moet je het zeggen, geen sci-fi, maar wat is het woord? Ik kom even niet op het woord, in ieder geval met mythologie en monsters, fantasy is misschien het goede woord, een beetje Victoriaans meets fantasy. En ik heb altijd idee dat de Order dat ook heeft. En ik moet zeggen, er zijn heel veel dingen die ik vooraf wel tof vond aan de Order. En dat is het feit dat Santa Monica Studios maakt. Want ik ben een groot fan van God of War games. Dus ik dacht, nou, dat kan alleen maar veel goeds betekenen. Sowieso, de eerste trailer zag er zo vet uit. En druipte de sfeer vanaf. En de vibe die ik daarvan kreeg, van die allereerste review, was Nightmare Creatures. Nightmare Creatures is een oude game op de PlayStation 1. Op de Dreamcast. En heel weinig jullie zullen denk ik kennen. Maar diegenen die hem wel kennen weten dat het best een toffe game was met een unieke vibe. Dus ik was eigenlijk helemaal set om de Order helemaal te diggen. Ik heb hem vanochtend pas voor het eerst gespeeld. Want ik heb het eigenlijk tussen die eerste aankondiging en nu expres geen trailers meer gevolgd. Geen previews meer gelezen. Ik zag hier en daar een discussie op Twitter van mensen. Eentje, het is lineair, bladibla. Ik dacht, fuck die shit, weet je. Ik ga die game spelen en ik ga het even kijken. En nog meer psyched over die game worden. Want hij komt volgende maand al uit. En mijn bevindingen zijn dat de game best wel kut is. In ieder geval het stuk dat ik gespeeld heb. Ja, sorry. Ik wou echt super positief, leuke vlog maken over een toffe game. En ik heb vanochtend zitten spelen. Ik denk dat ik binnen een kwartiertje door de preview heen was die ik had. En die was gewoon niet leuk. En het zou kunnen, en dat hoop ik eigenlijk, dat het gewoon echt een heel slecht gekozen stuk uit de game is. En ik geloof dat er een stuk op de PlayStation Experience getoond werd. Dat soort van jouw team van de Order in Zeppelin binnenging. En daar ass ging kicken. En nou ja, dat heb ik dus gedaan, alleen er was niet heel veel ass-kicken, wel heel veel Zeppelin ingaan. En het enige wat ik die game heb kunnen betrappen in zeg maar 20 minuten speeltijd is dat hij er goed uitziet. Het is natuurlijk niet zo goed als dat de enige kwaliteit van een game is, dat je er goed uitziet. En ik heb de hele tijd, nog steeds heb ik nu het idee van deze game gaat fucking briljant worden. En helemaal tof en die hele setting, oh sfeer, noem het allemaal op. En ik vind het ook goed dat zeg maar je personage wat jij speelt, is gewoon een iets oudere guy met een lekkere oude Engelse snor, een oud Engels kapsel. Het is niet een superheld of iemand een spierbundel, weet je wel. Het is geen Phoenix uit Gears of zo. En dat brengt iets soort van iets volwassen, iets met zich mee. Ook de gezichtsanimaties en hoe ze de teksten spreken en zo. Zo moeilijk mooi. Ook de art design vind ik op sommige punten ook heel vet. Op een gegeven moment zit er een stukje in die Zeppelin dat je soort van escape pods, maar dan van een Zeppelin, zijn een soort van ballon en een handle over en dan schiet zo'n schuitje eruit met een grote ballon. Dat zijn dan de ontsnappingsmodules. En dat zijn dingen die ik heel erg dik, alleen in het kwartier of 20 minuten dat ik heb gespeeld, was er eigenlijk niks wat ik speelde, wat ik leuk vond. Het begint al zo van een soort cutscene. En je kunt dan, als je naar beneden inhoudt, gaat hij met zijn touw van de Zeppelin af rappelleren, is het woord, geloof ik. Ik weet niet hoe het heet, maar hij gaat in ieder geval zo langs de Zeppelin lopen en het is gewoon, zei jongens, luister, ik zit een cutscene te kijken en ineens, oh, doe deze knop in en dan gaat hij die Zeppelin af. Maar het is nog steeds nul vrijheid van wat ik doe. Hij loopt dan die Zeppelin af, omdat ik die knop indruk. Maar verder is geen enkele interactie. En dat had ik bij heel veel dingen. Ook is het ook op een gegeven moment zo'n moment dat je zo even moet sneaken. En dan moet je zo tussen kamertjes door en zo, en tussen gangetjes. En als je dan gezien wordt, is het ook wat je paf dood. Eén kogel, je bent dood. En dat is omdat je gezien bent. En dat is een beetje weird. Ik dacht van, nou, laat me in ieder geval nog een soort van proberen het goed te maken. Om mensen neer te schieten. En later was er een soort van shootout. En daar moest ik ook, kon ik heel veel kogels koppen ineens. Wat ook, dacht van, ja, als ik gezien word en ik krijg een kogel, ben ik dood. En anders niet. En het belangrijkste is eigenlijk dat het niet zo leuk is. Dat stuk wat ik gespeeld heb. En ik,
echt, ik baal ervan, want dit is dus de eerste echt fucking grote game of 2015. Dit is er eentje waar ik echt heel erg naar, ja, ik zeg gewoon eerlijk, zat uit te kijken. Ik zit er nu niet meer naar uit te kijken, zo van, ik kan niet wachten. Want wat ik gespeeld heb is dus uitermate teleurstellend. Eigenlijk vanwege heel veel redenen. Het ding dat je heel weinig controle hebt. In het begin is het echt zo, oké, ik ren naar een deur. Ik sta stil en drie man staan voor die deur. En soort van, het is wel vaker bij games dat je een deur niet doorkomt, dat het verhaal nog even bezig is, weet ik het wat. En dan is het logisch, maar hier stond ik echt te wachten. Zo van, guys, doe de fucking deur open. En ik zat te kijken, waar kan, moet ik op? En ik dacht, ik kan niet eens ergens anders heen. Ik wilde een beetje zo gaan exploren. Ik denk, ah, het ziet er vet uit, binnenkant van een Zeppelin, is episch. En ik kom maar één kant op. Een trap af waar een guy voor zat, die een soort van aan het wachten was, om een of andere reden. En dan kon ik alleen maar dat gangetje en dat trapje af, en dan de deur door. En uiteindelijk was er dan wel een soort van shootout. En dat, ja, dan je wapens klinken ook, in plaats van, weet je wat, een soort fucking Battlefield geluid, maar gewoon een soort aardappelschieters waren het. En ja, toen was het ineens voorbij, ook. Snapte ik ook niet helemaal. Maar ik mocht eerst op een soort van balkon met een sniper twee guys ook nog neerschieten. En daarna was er ineens fucking oorlog en gingen allemaal rebellen gingen me neerschieten. Maar ik had die tweede guy niet gelijk neergeschoten en die eerste guy wel. Zoals die tweede aan het zoeken en toen was er een cutscene dat hij zeg maar en iemand die moest beschermen doodschoten. En ik zei, oh, en toen begon ik er overnieuw. En toen moest ik weer dat doen. Anyways, deze positieve vlog is dus alles behalve positief geworden. Het spijt me daarvoor. Ik had het ook graag veel anders gezien. Sterker nog, de oorlog was echt wel iets waar mijn hoops op in had gezet. En ik zag trouwens ook een hoop van jullie op mijn vlog van vrijdag zo van, ja, hoe kun je dit nou zeggen? En ik hou niet van hype en ik hou niet van dit. En ik wacht goed tot de game uitkomt, dan ga ik hem spelen. En pas dan heb ik een oorlog over. En ik heb bijvoorbeeld gezegd, The Vision, Batman, Halo 5, dat ik er geen vertrouwen in heb. En het zou best wel kunnen dat ik die game straks ga spelen, dat ze ongelooflijk dope zijn. En dat ga ik dan ook zeker zeggen. Alleen het ging meer om wat ik zeg maar verwachtte. En van de oorlog verwacht ik juist echt harde, knijterharde, soort van spirituele opvolger van Nightmare Creatures, man. En misschien zijn het mijn verwachtingen, maar dan nog, die game die ik heb zitten spelen was echt, dat stuk was echt zo slaapverwekkend boring gewoon. Het is echt lang geleden dat ik zo'n saaie game heb gespeeld als die game. En ik kan me niet anders voorstellen, want ik heb ook wel dingen gezien dat ze in steden zitten, dat er echt veel geklapt wordt. En op E3 heb ik ook een soort van fladder gezien van een stuk dat die met een soort van werewolf vecht. En dat vond ik allemaal super cool. En wat ik nu aan het doen was echt gewoon saai. Ik denk en ik hoop echt dat dit gewoon, zeg maar, dat ze een stuk hebben gepakt. Dus van, nou, oké, weet je, hier heb je een preview, dit gaan we je laten spelen. En het is zo ontzettend kut. Ik denk van, oh, die game gaat kut worden. En dan komen we eruit met een knaller. In februari komt hij, geloof ik, als ik me niet vergis. Anyways, ik wil het met jullie delen. Ik wilde heel veel positiviteit in jullie uitstralen in dit nieuwe jaar. Maar het is helaas niet gelukt. En daar hebben jullie de orde voor te danken. Ik vraag me wel of jullie ervan vinden. Maar veel belangrijker is nog dat ik ook heb besloten dat ik woensdag weer gewoon terug het vragenvuurtje ga doen, weet je. Ik heb al gezegd, feestdagen zijn voorbij. Fuck al die shit. We zijn weer gewoon in de waan van de dag bezig. En laat daarin op woensdag een vragenvuurtje zijn. Dus stuur je vragen in naar simon6@instagamer.nl. En dan ga ik ze woensdag voor jullie beantwoorden. En morgen, ik zweer het, morgen ga ik echt zoiets positiefs doen. Ga ik het over, ik weet niet eens wat ik ga doen. Ik ga een game bespreken die ik zo tof vind. Dat ik 20 minuten lang alleen maar positieve vibes uitstralen. Sorry voor de orde.